Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Na de val van Avdiivka was het even de vraag, gaat Oekraïne helemaal in elkaar storten of komt er toch nog iets van een evenwicht? Nou, het is altijd zo, als een stad valt, dan moet dat leger wat er uittrekt, moet terugvallen op liefst vooraf bepaalde plekken waar dan een nieuwe verdediging wordt opgezet. En op het moment dat je terugtrekt, heeft de vijand die de stad al veroverd heeft, die heeft dan dus ruimte om verder op te trekken. Dat is geen ineenstorting van het front, maar het is in feite toewerken naar een nieuwe padstelling, naar een nieuwe verdedigingslinie waar de optrekkende vijand zich dan weer doorheen moet vechten. Dat zien we nu gebeuren. En ja, dat is natuurlijk een terreinverlies voor Oekraïne, dat is duidelijk. Maar het is niet een ineenstorting van het front. Nou, wat denk ik nu van de situatie? Het is zwaar voor Oekraïne, want ze hebben te maken met dat munitietekort en wapentekort. Dat is waar. Rusland heeft echter ook een probleem en dat is namelijk de verkiezingen. Tot de verkiezingen kan en wil Poetin niets doen wat de Russische bevolking raakt. Dus er komt geen mobilisatie voor die verkiezingen, want dat zou zijn herverkiezing schaden. Hij wordt toch wel herverkozen, dat wel, maar ja, dan zouden de proteststemmen te veel toenemen en dat gaat ook opvallen. Dus hij houdt zich stil tot na de verkiezingen. Betekent dus dat Rusland nu probeert met alle macht die ze hebben om terreinwinsten te boeken, om die Oekraïners te raken waar ze maar te raken zijn. Want ze weten, dit is nu het moment. Maar de Russen weten ook dat ze zichzelf daarmee ook kwetsbaar maken. Want zodra die munitie die het Westen heeft toegezegd gaat komen, en we praten over een paar weken, want dan is het er, dan heeft Oekraïne ineens weer wel genoeg munitie om terug te komen. Maar die Russen zijn zich nu aan het verzwakken. Dus het kan best wel zijn dat over een anderhalf, twee maand, dat het initiatief wat nu bij Rusland ligt weer overgaat naar Oekraïne. En dan niet zozeer dat Oekraïne heel snel in de aanval gaat, dat zie ik niet zo zitten. Maar wel dat Oekraïne dan op dat moment wel plekjes kiest waar ze die Russen extra gaan raken. En dat aanvallen van de Russen direct gevolgd worden door tegenaanvallen van Oekraïne, die er dan makkelijker mogelijk doorheen komen. En dan is het niet zo dat Oekraïne direct hele landsdelen gaat heroveren. Dat geloof ik niet, dat dat zo snel zal gebeuren. Maar de kans bestaat, en het is natuurlijk uiteraard speculatie, want zover is het nog niet, kan niet in de toekomst kijken. Maar de kans bestaat dus dat het initiatief dus weer overgaat naar Oekraïne en dat Oekraïne weer bepaald waar er gevochten gaat worden. Maar dat is dan pas over anderhalf, twee maanden, als die munitiesituatie anders is en de Russen dan nog steeds bezig zijn van, hey, ja, we gaan mobiliseren, wat gaan we met die mannen doen? En op dat moment moet Oekraïne er vol voor gaan, want dat betekent dat die gemobiliseerde mensen direct naar het front moeten. Want wat je niet wil als Oekraïne zijnde, is dat die gemobiliseerde eerst opgeleid gaan worden. Als Rusland daar de ruimte voor krijgt, ja, dan wordt het voor Oekraïne een stuk moeilijker. Dus die gemobiliseerden moeten binnen een week op het front zijn. Nou, dat heeft Oekraïne het laatste jaar goed voor elkaar gekregen dat dat gebeurde. Waardoor die gemobiliseerden eigenlijk geneutraliseerd werden. Zonder opleiding bij het front, dan leren ze wel on the job als het ware. En dat is veel beter voor Oekraïne dan dat ze ergens echt opgeleid worden en leren hoe ze als eenheid moeten werken. En ja, dat moet dus de aankomende tijd ook gaan gebeuren. Het ziet er naar uit dat eind maart de munitiesituatie veel beter gaat worden. Er komen 800.000 granaten komen er naar Oekraïne toe. En die zijn betaald door Tsjechië, Nederland, België onder andere. En de F-16's lijken toch wel richting Oekraïne te gaan komen. Er wordt nu gezegd de zomer, dat zou wel eens ietsje eerder kunnen zijn. Ik zie toch wel dat Europa op tijd heeft gezien, wij moeten nu wat doen. En dan kan het eigenlijk niet tegenvallen voor Oekraïne, want Amerika levert nu niet en de kans bestaat dat Amerika ook weer gaat leveren. Dus dan zou het nog meevallen voor Oekraïne. Eigenlijk ook van, ja, hoe sterk is Rusland? Nou, op het moment zoals nu dat Oekraïne op zijn zwakst is, wat presteert Rusland dan nu? Is dat nou echt zo heel veel? Is het veroveren van een dorpje als Avdiivka, want daar woonden maar 30.000 mensen, hè? Dat is zo groot als mijn woonplaats Best. Nou, mijn woonplaats is niet bepaald, die zegt van, wow, dat is een wereldstad.
En 30.000 mensen, dat heeft Rusland dan eindelijk veroverd na 10 jaar. Dan gaan ze nu ook wat velden veroveren. Ja, dat is op weg naar die nieuwe verdedigingslinie. Dat is wat ze kunnen als Oekraïne echt een erkend gebrek aan munitie en wapens heeft. Kan je nagaan als dat gebrek aan wapens en munitie weg is bij Oekraïne? Wat kan Rusland dan nog? En natuurlijk, Rusland heeft die wapens, die gliding bombs, waar ze ongelooflijk veel mee werken. Maar Rusland heeft wel 14 vliegtuigen verloren in de laatste 2 weken. 14, ja, met name straaljagers en 1 A50. Dat is nogal wat. Dus dat is dan wel een hele dure manier om die gliding bombs naar het front te brengen. Als dit het beste is wat Rusland kan bieden, dan ziet het er slecht uit voor Rusland wat mij betreft. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!